Oké, dit is het laatste filmpje over natuurkunde examen VBO 2021 tijdvak 2. Joystick met hall sensor. Joysticks worden gebruikt bij het gamen. Zie figuur 1. De onderkant van een joystick bevat twee beugels die draaibaar zijn. Eén voor de beweging in de x-richting en links en rechts. En één voor de beweging in de y-richting van voor naar achter is dit in dit geval. Zie figuur 2. Oké, hier zie je die. X-richting en y-richting. Oké. Aan de joystick wordt, als de joystick wordt bogen, draaien de asjes waarin de beugels bevestigd zijn. Deze asjes zitten met een lipje dat contact maakt met de weerstand. In punt C, hier zie je dat. Hier heb je de weerstand, die loopt van A naar B. Hier heb je dat lipje dat contact maakt. En dat is op schaal. Okay. De weerstandsdraad heeft een weerstand van 100 kilo ohm. Dat is 100.000 ohm dus. Een lengte van 14 centimeter, 0,14 meter. En een soortelijke weerstand van 0,54 ohmmeter. Reken dan de diameter van de weerstandsdraad. Nou, dan moet ik werken met de regel voor de draadweerstand. Die vind je in tabel 35D1. Dat is deze. Soortelijke weerstand is de weerstand maal het oppervlak van de draad maal R. Als het oppervlak weet, kun je later de diameter bepalen. Nou, eens maar invullen. De soortelijke weerstand die is gegeven, die is 0,54. Dus die is misschien even handig om eerst even om te schrijven. Zodat A vandaan komt te staan. R moet je dan wegdelen en L moet je juist wegvermenigvuldigen. Dus A wordt dan de soortelijke weerstand maandlengte gedeeld door de weerstand en dat is precies wat hier staat. Nou, de soortelijke weerstand hadden we opgezocht, 0,54. De lengte is 14 centimeter, oftewel 0,14 meter of 14 maal 10 tot de min 2, dat maakt natuurlijk ook. En de weerstand die moet onder deze step, die is 100.000 ohm, 100 kilo ohm, dus 100 maal 10 tot de derde. Nou, gewoon die rekenmachine stoppen, komt uit 6,6 bij 10 tot de min 7 meter, vierkante meter. Dat is niet de diameter. Vanuit wiskunde of 36b van het minus kun je opzoeken dat de verhouding tussen de oppervlakte van een cirkel en zijn diameter is een kwart maal pi behalve de diameter in het kwadraat. Oftewel de diameter is 4 maal de oppervlakte gedeeld door pi. Nou, dat staat hier, 4 maal de oppervlakte gedeeld door pi. En die oppervlakte die hadden we net uitgerekend, zie je wel, daar staat die. 4 maal 4, 6,6, 7,6 min 7 gedeeld door pi. En dit moet je wel even tussen haakjes zetten als je die rekenmachine gebruikt. Nou, komt er 8 maal 10 tot min 4 meter uit. De spanning tussen A en B, hier dus, is 5,0 volt. De spanning tussen A en C wordt gemeten. Op deze manier is de stand van de joystick in de x-richting te bepalen. Bepaal met behulp wat dan de spanning is tussen A en C. Ja, als ik hier naar kijk, dat is de afstand van A naar C. Dat is ongeveer 2/3 van de afstand van A naar B. Ja, dat klopt zo'n beetje wel. Dus de spanning tussen A en C is dan ook 2/3 van de spanning tussen A en B. En die was 5 volt. Dus 2/3 maal 5 volt. 3,3 wordt dat dan ongeveer. Ja, klopt. Nou, hier een heel stuk tekst. De positie, deze manier van positie bepalen heeft nadeel dat het contactpunt met de weerstandsdraad gevoelig is voor slijtage en vuil. Een manier om contactloos de stand van de joystick te detecteren is door het gebruik maken van een hall sensor. Daarmee wordt de weerstandsdraad weggehaald en wordt op het asje een hoefijzermagneet bevestigd. Die zie ik hier en die kan draaien, want hij zit op een asje. Als de joystick beweegt, draait de hoefijzermagneet om de hall sensor heen. Die zit hier dan tussen de twee uiteinden zeg maar, van de hoefijzermagneet. De hall sensor begint zich dus in het homogene veld van de magneet, maar dat verandert wel als hij draait natuurlijk. Richting in ieder geval. De hall sensor bevat een geleidende strip waar de geleidingselektronen vrij doorheen kunnen bewegen. Er loopt een stroom I door de hall sensor. Zie figuur 4. Kijk, je ziet die aangesloten op een spanningsbron. Ik zie niet wat plus en min is. Dat zullen we dan zo meteen wel moeten gaan bepalen. De bron die deze stroom levert staat niet aangegeven in de tekening. Het homogene magnetisch veld staat loodrecht op de strip in de aangegeven richting. Dus dat is naar beneden hier. En de stroom die loopt van deze stroom loopt van links naar rechts, zoals je kan zien. Op de elektronen is dat. De landskracht op de elektronen bewegen helemaal naar de zijkant van de strip. Daardoor staat aan de ene kant de negatieve lading en aan de andere kant de positieve lading. Dat zal dus boven en onder zijn hier. Deze ladingverdeling veroorzaakt een elektrisch veld. E-hall in de strip. Dit geeft over de breedte van de strip een spanning die de halspanning wordt genoemd. Die staat hier aangegeven. Hier, deze draad moet hier nog doorlopen, die is weggevallen. Hier loopt die wel, deze tekening. En hier loopt die ook. Alleen dat zie je even niet, maar hij is wel.
Boven het intervlak van de strip getekend in figuur 5. Op de uitwerkbijlage staat ook een bovenaanzicht van die strip getekend. Oké, hier nog. Hier, het maaitveld gaat dus erin. En de stroom loopt van links naar rechts. Nou, dan moet je vast de Lorentzkracht gaan bepalen. Dus even kijken wat we gaan doen. Voer de volgende opdrachten uit in de figuur. Op de uitwerkbare leg uit waar de negatieve lading ontstaat en waar de positieve lading ontstaat. Geef het aan in de witte cirkeltjes. Dus deze plusjes die en minnetjes hier staan, die weet je dus nog niet. Geef met pijl de richting van het elektrische veld E-hal aan. Nou, oké. Okay. Hier staat hoe je dat moet doen. Je moet natuurlijk dan met behulp van het magnetisch veld en de stroomsterkte de Lorentzkracht bepalen. Nou, dat doe je met de F-buigregel, oftewel de linkerhandregeling. Dus je duim, dat is F, die weet ik nog niet. De wijsvinger is B, die gaat het papier, of in dit geval het scherm, in. En de middelvinger, dat is de stroom, die gaat naar rechts. Dan moet mijn duim dus nu omhoog staan. En daar zie je ook, de Lorentzkracht staat dus van onder naar boven. Dat betekent dus ook dat het elektrische halfveld van onder naar boven staat. En dan moet dus aan de onderkant hier de plussen zitten en de min, want het elektrische veld loopt altijd van plus naar min. Oké, okay. Staat hier ook uitgeschreven. Op een gegeven moment is de elektrische kracht op de elektronen als gevolg van het elektrisch veld even groot als de Lorentzkracht op de elektronen voor de hal. Spanning geldt dan, de spanning van de hal is het B, dat is de magnetisch veld, sterkte in Tesla. B, dat is de breedte van de strip in meters. En V is de driftsnelheid. Dat staat hier allemaal hier, in meter per seconde. En E, dat is dan de elektrische veldsterkte in volt per meter, is de volt gedeeld door meter, dus is spanning gedeeld door de afstand waar de spanning over staat in meters. Nou, leidt de formule af voor de halspanning. Dus de eerste formule moeten we gaan afleiden met de tweede formule en met formules uit het tabellenboek. Nou, welke formules moet je dan gebruiken? Ja, het gaat over een elektrisch veld en het gaat over een Lorentzkracht. Dus dan begin je maar met de twee formules die daarbij horen en dat blijkt dus ook correct te zijn. Die vind je in de 35 E2 en E3. De formule van de Lorentzkracht is B maal Q maal V, oftewel de sterkte van het magnetisch veld maal de lading maal de snelheid. En de sterkte van het elektrisch veld, elektrische kracht is Q maal E, dat is dus de lading maal de elektrische veldsterkte. Nou, als ik die, ga omschrijven, B maal V, want die staan hier ook, B maal V, die is dus gelijk aan, maal Q is gelijk aan Q maal E, maar die Q's die vallen dus aan beide kanten uit, dus B maal V is gelijk aan E. Oké, okay. En E kan ik vervangen door U gedeeld door delta X. Zo, dat is niet. Mee. Sorry voor de storing. QE is dus B maal V, omschrijven E is dus, die E kun je vervangen door U gedeeld door delta X, dat is die formule 2, hè. En als je dat dan uitschrijft, dan vind je dus dat U al gedeeld door B is gelijk aan die U maal X dan. En want die afstand X, dat is deze B. Dus vandaar dat die delta X vervangen is door B. Nou, dan is het dan een kwestie van omschrijven. U al maal B is dan U. He, dus die B die moet ik wegvermenigvuldigen. Dus dan moet ik U gedeeld door delta X ook met B vermenigvuldigen. En dan ben ik er. En deze bijvoorbeeld met B vermenigvuldigen. En deze wordt ook met B vervuld. Dan krijg je B maal V maal W is gelijk aan U hal. En dat moest ik aantonen. Nou, als de joystick met een asje draait, staat het magnetisch veld niet meer loodrecht op de halssensor. Daardoor valt de spanning. In figuur 6 is schematisch de stand van de magneet ten opzichte van de halssensor getekend wanneer de joystick recht omhoog staat. We noemen deze stand 0 graden. Als de joystick naar rechts, links beweegt, kan hij tot min 90 draaien. En als hij naar rechts beweegt, kan hij tot 90 graden draaien. Dus hij kan zowel die kant op draaien als die kant op draaien. In figuur 7 staan 4 grafieken van uw hal ten opzichte van de stand van de joystick. Nou, dan moet je natuurlijk vragen welke grafiek geeft de functie juist weer. Nou, staat hier uitstekend beschreven. De halspanning is natuurlijk het groot als het magneetveld loodrecht op het halplaatje staat. En als die er parallel aan staat, dan is, is die natuurlijk nul, die spanning. En dat is dus bij min 90 graden en min 90 graden. Dat betekent dus dat deze twee al afvallen. Ja. Nou, het gaat altijd onder een hoek. Hè? En die hoeken, die krachten staan allemaal loodrecht op elkaar. En dan weet je eigenlijk al van, ja, daar gaan er de sinussen, cosinussen en tangens bij komen. Hè? En het is niet recht evenredig dan.
En dan kun je dan zien van ja, dan, deze grafiek heeft een sinusvorm, dus dat moet dan de juiste zijn. De 23e sterkte van de gebruikte magneet is ongeveer 0,1 Tesla. Kies de beste spanning van de orde van grootte van de driftsnelheid. Als die gebruikt wordt in formule 1, ligt aan je antwoord toe. Ja, dan moet je dus de formule die we net hadden gebruiken. Dat is deze. U-hal is B maal B maal V. En we weten al wel één ding, dat die B magnetische veldsterkte 0,1 is. Dat is dus die. En van die anderen zullen we dan een schatting moeten maken om uiteindelijk, wat moest nou weer bepalen? V moesten bepalen. Nou, hier staat dat uitgeschreven. Hier staat, zie je wel, het magnetisch veld is ongeveer 0,1 Tesla. De grootte van de halspanning is ongeveer 10 tot de min 6e volt. Dat kun je hieruit halen. Hè? Zie je wel, microvolt is het, dus dat is in de orde van 10 tot de min 6e. Daar komt die vandaan, 10 tot de min 6e. En dan de grootte van B. Wordt er gezegd van ja, deze afstand dat is ongeveer een millimeter. Het is allemaal heel klein. Dus als je die dan alle drie invult, dan vind je dus V is dus aan 0,1 gedeeld door B en gedeeld door die andere B. En als je dat dan uitrekent, dan heb je dat hier gedaan. V is al gedeeld door B maal B. Nou, kwestie van invullen al die dingen en dan komt het dus uit. 10 tot de min 6 gedeeld door 0,1 maal 10 tot de min 3. Dat is die 10 tot de min 6 die komt uit de grafiek hier. Die 0,1 is dus de sterkte van het magnetisch veld. Die 10 tot de min 3, dat is die 1 millimeter die van die afstand van B van die... Op dat plaatje, dus deze afstand. Nou, en als je dat dan uittrekt, dan komt er dus uit 10 tot de min 3e. En als je dan gaat kijken, dan is dat dus A. En volgens mij is dat ook het juiste antwoord. Ja, antwoord A, zie je wel. Goed, deze video maakt dus onderdeel uit van een serie die op een YouTube-kanaal staat. In de naam van het YouTube-kanaal kun je hier zien. En dan kun je eventueel nog eens een keer andere video's bekijken als je wil. Als je examen gaat doen, dan hoop ik dat je in één keer slaagt. En wie weet, tot ziens op dit kanaal.